Aan belangstelling voor het Koningsfeest geen gebrek. Heel Randwijk loopt uit op Koningsdag. Maar er zijn niet genoeg mensen te vinden die willen helpen met de organisatie. We hebben wat leden die zijn gestopt, helaas. En we moeten het nu doen met wat minder mensen, met minder tijd. En dat betekent dat de Koningsdag dit jaar misschien niet door kan gaan, omdat we te weinig mensen hebben. Hoe erg is het voor Randwijk als Koningsdag dit jaar niet doorgaat? Onze Oranje Comité bestaat al meer dan 100 jaar. 2013 hebben we dat jubileum gevierd. En ik denk dat Randwijk erg van tradities houdt. En dat het heel jammer zou zijn als deze traditie verloren zou gaan. Ik denk dat de mensen dat ook heel erg zouden vinden. En ja, zoals jullie zien, het is hier nu leeg. En we hopen niet dat dat zo blijft. Dat dat in ieder geval met Koningsdag niet zo zal zijn. Dus mensen, meld je aan. Laat je van je beste kant zien. We doen het voor elkaar, door elkaar.